nom 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 nom. Hallo beste kijkers, leuk jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is Henkie. Au au Jottemenkie. Dat staat op een pakje, Jottemenkie. En een donut, en een donut. Oh, wat heb ik toch weer zo zin in deze video. We zijn vandaag weer druk in het leven aanwezig. En ik heb zoveel zin, want ik heb een geheim plan. Kijk eens wat ik jullie nu ga vertellen. Ah, daar staat hij dan, de Panto. De Panto blijft toch de leukste auto, wacht. Ik word er altijd zo blij van. Laatst was ik bezig met het alarm kijken, zie je. En toen kreeg ik een lekkere stroomschok. Maar ik heb hier planning vandaag, kijkers. Ik ga eerst de auto even van mijn slot afhalen, want ik... Hoor je dat? Is gaat vast vastgelopen, want ik heb er even snel een slot op gemonteerd. Want mensen bleven mijn auto stelen, dat is toch helemaal niet leuk? Maar wat wij eerst even gaan doen, kijkers, is iets heel belangrijks en iets heel cools. Ik heb namelijk mijn eigen hamercollectie, dat kennen jullie allemaal. Maar ik wil een hamer gebruiken voor iets andere situaties dan dat ik normaal zou doen. Dus we gaan even een goedkoop, zo'n goedkope stomme hamer halen, weet je, waar je niks aan hebt. Maar toch leuk is om gewoon zo'n hamer te hebben. Ik had dit adresje van iemand gekregen. Ik dacht, nou, we gaan toch eens even kijken. Het zal vast wel een heel mooi en fijn... Ik had gehoord dat dit wel een veilig adresje is waar ik gewoon mijn dingen kwijt kan. Haal die wapens, help! Oh jee! Kijkers, ik wil hier helemaal niet zijn. Allemaal wapens. Oh, namen! Oh, top! Ik heb niet genoeg geld. Waarom moet ik er nou voor betalen? Daar ga ik echt niet voor betalen, hoor. Ik wil toch ergens een hamer halen, hè, weet je. Dus dat doen we dan maar hier. Hier. Oh, dus dat doen we dan maar hier. Ik heb een hamer gekocht. Die is voorbij. Hoe is het, Henkie? Ja, wel goed, hoor. Met jou? Goed. Oké. Dankjewel. Oké, kijkers. Nu gaan we dus echt het plan uitvoeren. Het echte plan wordt nu dus uitgevoerd. We hebben hier mijn wijk. En we hebben hier naast mijn wijk... Hebben we Rajiv's winkel? Maar Rajiv die is natuurlijk al heel lang niet thuis. Die is natuurlijk al zo lang niet meer thuis geweest. Dat ik een idee heb bedacht. Oké, we hebben de auto hier achter gezet. En dan gaan we hier naar binnen lopen. En dan hebben we een lekkere donut. Maar kijk, iemand anders is Rajiv. Wat is dit voor vliegende zak? Maar goed, zoals je kan zien is Rajiv dus niet meer in de winkel. Dus we moeten heel even kijken... En aanschouwen wat voor een lekkere donuts er wel allemaal niet zijn. Wel jammer dat er geen sprikkeltjes op de roze donuts zitten. Daar hadden we wel echt sprikkeltjes op gemoeten. Maar meneer, nu komt de echte vraag. Geef me alle donuts die je hebt. Ik wil ze allemaal hebben. Over 150 seconden, kijkers, is de buit voorbij. Dat zijn alle donuts voorbij. Meneer. Blijf op uw positie. U mag niet bewegen, want alle donuts worden voorbij. Ik vind Rajiv vast niet erg, jongens. Ik mag allemaal van Rajiv. Zeg maar, Rajiv heeft deze winkel heel even snel aan deze man achtergelaten. Alleen hij wil me niet gratis donuts geven. En van Rajiv mocht ik altijd gratis donuts hebben. Dus ja, nu neem ik ze maar zo. Daarom moet ik daarmee nodig. Want nu kunnen we de donuts kunnen we mooi openklappen. Want anders kom ik toch niet bij de donuts. Wat dachten jullie dan? Dat ik de hamer op die man ging slaan? Zijn jullie gek? Dat ga ik toch nooit doen. Ik vraag me af of het wel mag wat ik nu doe, kijkers. Is dat wel toegestaan? Ah joh, volgens mij is het natuurlijk eens toegestaan. Gaat maar een paar donuts. Het zijn de lekkerste donuts ooit. Nou, het is gelukt. We hebben alle donuts, maar en wat geld. Waarom heb ik nou geld van je gekregen? Meneer, ik wilde helemaal geen geld. Ik wilde puur alleen maar donuts. Maar nu heeft u me bijna 7000 euro gegeven. Bent u helemaal betoeterd? Wat doet u dat nou? Ah, ik weet het niet. Ik weet niet waarom hij dat deed. Oh, politie! Oh jee! Oh nee! Oh jee! Hallo? Je mag hier naar buiten komen, meneer. Naar buiten komen? Ja. Oké, is goed. Ik kom eraan. Wat dan? Oh, hey, oh, niet richten op mij! Bent naar u buiten, gek? Meneer. Nee, niet richten! Niet richten, anders kom ik niet naar buiten. Het is veel te eng. Oké, ik kom eraan. Rustig aan. Nee, je mag naar buiten komen. Handen in de lucht. Oké. En niks in je handen, ja? Niks in mijn handen. Die hamer mag je laten vallen. Laten vallen? Nee, die houdt bij me. Doe ik wel maar weg. Ik doe hem wel weg. Oh, rustig. Je mag rustig op de knieën gaan zitten, meneer. Op de knieën? Hoezo? Het is... De grond is vies. Nee, je mag even op de knieën gaan. Meneer, de grond is vies. Wees nou even hygiënisch in deze tijd. Meneer, bij deze heeft u een vordering. Op je knieën, meneer. Een vordering? Wat heb ik eraan? U mag op je knieën gaan zitten, meneer. Meneer, oké, rustig aan. Maar het is wel een beetje onhygiënisch van u. Het is heel simpel. We vragen je heel duidelijk iets en dan ga je naar luisteren. Ja, rustig aan. Oké, top. Mijn collega had zijn boeien. Ik hou je onder schot. Bij iedere verdachte beweging wordt u onmiddellijk getaserd. Nee! Bij deze bent u aangehouden. Die heeft recht op een advocaat. Alles wat u zegt zal aan kant tegen gebruikt worden. We gaan niet voor je. Er is iets bezig waar ik kan baseren.
Meneer, ik heb een hamer bij me, maar waarom zou ik u daarmee plezieren? Waar is dat nou weer voor nodig? Meneer, er wordt op dit moment verdacht van een winkeloverval. Van een winkeloverval? Dus ik ga je op dit moment fouilleren voor... Is het goed? AT, winkel gaan we zo verder kleren voor nu één aan. Ik ga je op dit moment fouilleren voor het eventuele wapenbezit. Welk wapenbezit? Ik heb een hamer, maar daar ga ik toch niemand mee slapen? Jij meldt me niet. We gaan die even controleren. Ja, dat mag. Oh, rustig aan. Meneer, waarom heeft u een tiegelijk veel... geld. Geld, ja, dat gaf die man net in die winkel. Ik vroeg of ik wat donuts in dozen van hem mocht. Maar hij gaf me gewoon geld. En toen wilde ik dat teruggeven. Toen kwamen jullie in één keer met wapens. Nou, ik ga het wel in beslag nemen, meneer. Ja, je mag het terug aan hem geven. Wat moet ik nou met zoveel geld? Meneer, kan je hamer ook in beslag nemen? Nee. Oké, het geld mag je, maar mijn hamer, nee. Meneer? Ja, de hamer zul je terugkrijgen. Dat komt goed. Als ja? je weer vrij bent, dan krijg je die gewoon terug. Ja. Weer vrij? Ga ik, hoezo weer vrij? Waar ga ik heen? Nou ja, we gaan nu in ieder geval even het een en ander uitzoeken. Even beelden bekijken wat hij precies allemaal heeft gedaan. Ik ga je voorlopig in het voertuig plaatsen. Hoezo word ik dan? Meneer? Ik ga zo dadelijk even mee naar het bureau. Maar hij heeft mijn donuts nog niet ingepakt. Hij zou donuts voor me inpakken. Waar gaan we heen? U gaat mee naar hoofdbureau, meneer. Krijg ik daar mijn hamer terug? Nou, als we alles hebben uitgezocht en het ziet er allemaal goed uit, dan wel. Ah, oké. Mijn auto trouwens. Mijn auto staat er nog. Wat gaat er met mijn auto gebeuren? Ja, die, als hij hem op slot heeft, dan blijft hij daar denk ik gewoon staan. Dus jij wilde een paar dozen met donuts kopen. Ja, nou kopen. De oude eigenaar gaf ze altijd aan, maar hij wilde ze niet geven. Mm-hmm. Dus toen heeft de oude eigenaar tegen mij gezegd dat ik ze gewoon van hem mocht pakken. Maar toen wilde hij ze niet pakken. Zijn we er al? Ja. We zijn er, meneer. Ah, dit is zo cool. Ik ben ooit eens een keer stage bij jullie gaan lopen, hè. Alleen dat was niet bij dit bureau. Ah, wat mooi hier! Bij je staan. Oké, sorry. Wat zou dat? Nou, dat is wel zo makkelijk werk. Ik doe nog heel even je poeder. Hé, hey, hoezo? Wist u dat uw auto veel sneller kan? Ja, dat weten wij, maar... Maar? Ja dat is te duur voor de baas, denk ik. Ik kan het op eigen kosten doen. Ja, ik zie al dat deze velgen helemaal een beetje oud zijn. De voorlampen. Mm-hmm. Ik denk dat ik zelfs een hydromotor erin kan. Weet je, wil je dat hebben? Nou, voor nu hoeft dat niet allemaal, zeg maar. Oké. Weet de weg al volgens mij. Ja, ik ben hier wel vaker geweest hoor. Ja, oh ja. Nee, en het is eenrichtingsverkeer niet. Alles zit op slot hier. Ja, tuurlijk. Als we jou wel opsluiten, moet alles wel beveiligd zijn. Opsluiten? Hoezo ga je me opsluiten? Ik ga eerst even naar de verhoorkamer. Kom. De verhoorkamer. Oh, die weet ik al. Waar is die? Want ik ben een beetje... Jeetje, man. Kom maar, volg me maar. Ja, ik ben een beetje nieuw hier, dus ik moet alles nog een beetje leren. Nee, kom maar, hier. Maak je wel geen zorgen. Hier links. Deze deur. Dit is de voorkamer. Goed, meneer. U mag even gaan zitten van mijn part. Ja. Wilt u iets te drinken hebben? Heeft u nootmuskaatkoekjes? Dat is geen drinken, maar dat is lekker eten. Nootmuskaatkoekjes. Ik denk dat we die niet hebben op bureau. Nee. Maar nootmuskaatkoekjes. Effe. Ja. Ja. Ja, we hebben misschien wel een donut, maar dat is. Een donut! Ja. Heb je recht? Ja, dat lukt. Meneer, u mag even aan de onderkant van de tafel. Sorry. Oké. Wat is de naam van meneer? Maar je mag me ook Henkie noemen. Dat is echt mijn naam. Ja, dat zie ik op je pakje staan, ja. Ja, dat is op mijn pakje geschreven. Dat hebben ze wel netjes geregeld daar bij het leger van je. Ja, nou dat heb ik zelf dus gedaan. Want het leger is tot officieel me alleen Henkie. Nou ja. Yes. Kijk, ik heb zelfs dodens aan de zijkant van mijn pakje, zie je? Ja, dat zie ik, ja. Nee, maar meneer, we gaan u veroordelen zo dadelijk voor een celstraf van 20 maanden. Maar hoe lang? 20 maanden. 20 maanden? Is die 20 maanden? Is die ook een verklaring hiervoor, meneer? Donuts? Nou, je krijgt een VIP-rit van ons, hoor ik net. VIP-rit? Mag ik dan wel de auto even monteren? Nee, dat hoeft niet. Waar gaan we heen dan? Dan gaan we naar de donutwinkel. Nee. We gaan naar de donutfabriek. Naar de donutfabriek? Ah, oké. Ik ben helemaal klaar voor dit avontuur. De donutfabriek, ik heb er zoveel zin in! Ho, wat? We gaan toch naar de donutfabriek, hoor ik net. Zijn we er al? Bijna. We gingen naar de donutfabriek, toch? Ja, hier kan je zelf donuts maken. Echt? Dat is een bezigheid van de gevangenen. Moet je wel, ja. Van de gevangenen? Gaan de gevangenen naar de donutfabriek dan? Ja. Hoezo, wat is er dan met de gevangenis? We gaan toch helemaal niet naar de gevangenis toe? Ik wil je niet heel veel valse hoop geven, maar we gaan er toch wel een beetje heen eigenlijk. We gaan er heen, hoezo? Waarom is dat wat er aan de... Nee! Ik ben veroordeeld voor de winkeloverval. Maar ik wilde alleen maar donuts. Oh, gaan alle... De alarm in toeters en billen gaan af. Ja, dat is speciaal onthaal voor jou. Oh, wat leuk! Zijn we er? Wat is er? Ja, meneer. Er gaan allemaal toeters en billen af. Wat moet ik doen? Moet ik rennen?
Nee, meneer, we gaan die zo dadelijk even uit het voertuig halen. Oké. Okay. Ik zal de deur even openen. Hallo? Hallo? Henkie? Ja? Waar zit je? Ja, ik wil eruit. Haal me eruit, het is zo krap hier. Oh, daar ben ik. Hey. Hey. Hallo. Goed. Wat cool. Dan mag je naar binnen lopen. Oh, maar ik vind het wel een beetje spannend hoor. Goed, meneer, dan mag je even blijven staan. Dan gaan we jou je veters uit de schoenen doen. Hoezo mijn veters? Waarom nou weer mijn veters? Pas op hoor, die veters die zijn al jaren niet uit geweest. Er kan misschien een geurtje vanaf komen. Ah, wat cool! Mijn collega even je boeien los doen. Oké. Okay. Ja. Hey, u bent mijn celmaatje. Nee. Nee, ik ben niet je celmaatje. Draai eigenlijk maar even om. Geef je boeien los. Oké. Ja, en dan mag je even je handen tegen de muur houden totdat ik zeg dat je ze los mag halen. Yes? Ja. Fijne dag, meneer Agento. Doei. Hetzelfde. Nooit meer doen, hè? Ik wil gewoon weer donuts volgende keer, hoor. Oh. Nou, kijk eens. Daar zijn we dan opgesloten. Dat is helemaal niet leuk om zo opgesloten te zitten. Wat moet ik nou doen? Ze hebben de deur opengelaten. Hallo? Hallo, kan ik hier gewoon weg? Ze hebben alle deuren op slot gedaan. Dus hoe ga ik nou hier wegkomen? Kan ik hier donuts kopen? Nee, alleen water en brood, maar dat vind ik helemaal niet lekker. Wat kan ik hier doen? Waar is de uitgang? Kijk eens, ik moet hier weg. Ik wil hier ontsnappen. Hallo? Deze deur zit ook al op slot. Waar moet ik nou heen kijken? Ze hebben me gewoon opgesloten. Oh, hier kan ik in. Oh, het ziekenhuis beetje zo. Oké, nee, wacht. Als ik hier nou naar buiten ga. Oh, deze zit ook op slot. Kijk eens, wat moet ik nou doen? Ik ben helemaal alleen in de gevangenis. Waar moet ik nou heen? Wat moet ik nou doen? Kijk eens, ik zit hier nu al zo lang. Ik ben net even klaar met douchen. Ik heb ze al gesport voordat ik ging douchen. Het is inmiddels al zo lang dat ik hier zit. Alle deuren zitten nog steeds op slot. Wat moet ik nou allemaal doen? Dit is mijn cel. Ze hebben me de eerste cel gegeven. Kijk eens, jullie moeten me alsjeblieft helpen met ontsnappen. Hoe kom ik hier nou ooit weg? Doe allemaal een duimpje omhoog. En dan zie jullie wel bij de volgende video. Want ik weet niet of dit wel goed gaat aflopen. Ik zie jullie de volgende keer weer. Kijk eens, duimpje omhoog. Tot ziens. Doei. Yeah.